Max was een gelukkig en gezond kind, maar zijn wereld stond op zijn kop toen hij plotseling onverwacht blind werd. Zijn ouders konden het niet aan en lieten hem in de steek. Maar jaren later bracht Max hen een verrassend bezoek. Max werd geboren in een geweldig gezin. Het was het soort gezin waarin elk kind zich gelukkig zou voelen. Zijn vader John was een welgesteld zakenman en hij was de eigenaar van veel handelszaken in de omgeving. Hij bezat ook verschillende appartementen in de stad die hij verhuurde. Deze bedrijven zorgden ervoor dat hij elke maand veel geld in het laadje bracht en hij kon het zich veroorloven om in volstrekte luxe te leven met zijn vrouw Suzy, de moeder van Max. Toen Max werd geboren, paste Suzy perfect in haar rol als thuisblijvende moeder. Ze had nog nooit kinderen gehad, maar ze was een natuurlijke moeder. Terwijl John buitenshuis was, druk bezig met geld verdienen, speelde Suzy met Max, leerde hem dingen en hielp hem op te groeien tot een fijne en schattige jongen. De twee werden heel hecht, niet alleen als moeder en zoon, maar ook als beste vrienden. Ze vormden een sterke band en werden onafscheidelijk. Het was werkelijk prachtig om te zien. John wilde niets liever dan het allerbeste voor zijn zoon en betaalde zodat hij naar de beste scholen kon gaan in de allerbeste en meest modieuze kleren en omging met kinderen die even rijk en welgesteld waren. Het spreekt voor zich dat Max een bijzondere en bevoorrechte opvoeding had. Eén die elke ouder voor zijn kind zou willen, als ze het zich konden veroorloven. Het leven was geweldig voor Max en alles verliep perfect, maar er stond iets te gebeuren dat de toekomst van de jongen voorgoed zou veranderen. Blijf kijken om meer te vernemen. Toen hij op een dag van school thuis kwam, gooide Max zijn tas neer en ging naar zijn moeder om te vragen of hij buiten mocht gaan spelen. Het was een mooie dag, dus kon hij net zo goed een frisse neus halen en van de zon genieten. Hij was nu 8 en Suzy vertrouwde erop dat Max voorzichtig en verstandig was, dus stemde ze toe en zei dat hij over een uur terug moest zijn voor het eten. Het gezin zat altijd samen aan tafel tijdens de maaltijd. Het was een van de zeldzame gelegenheden voor de 3 gezinsleden om wat quality time met elkaar door te brengen. Max beloofde dat hij zou komen en rende naar buiten om met zijn vrienden te spelen. Suzy was met de voorbereiding van het diner begonnen. Een paar lekkere steaks met een salade en aardappelen. Heerlijk! Daarna zette ze de tafel klaar voor het eten en schonk zichzelf een glas wijn in. Toen ze op de klok keek, zag ze tot haar verbazing dat het al een uur geleden was dat Max was gaan spelen. De tijd vliegt inderdaad als je bezig bent. Maar het was niets voor Max om te laten komen. Waar kon hij zijn? Terwijl ze uit het raam keek, zag ze haar zoon of zijn vrienden niet. Suzy begon zich een beetje angstig te voelen, hoewel John haar zei dat ze rustig moest blijven en dat jongens nu eenmaal jongens zijn. Maar op dat moment ging de telefoon, waardoor ze uit haar vel sprong. Ze liep naar de telefoon en nam hem op. Het was het ziekenhuis. Max was zojuist per ambulance binnengebracht omdat hij een ongeval had gehad. Suzy en John schrokken begrijpelijkerwijs. Ze wisten niet zeker wat er met hun zoon was gebeurd, maar het enige wat ze wisten was dat ze zo snel mogelijk naar het ziekenhuis moesten. Toen ze slechts 10 minuten later in het ziekenhuis aankwamen, werd het duidelijk dat de situatie ernstig was. De artsen vroegen Suzy en John om toestemming voor een operatie en vertelden hen dat ze snel een beslissing moesten nemen als ze de beste resultaten wilden. Verward en bang stemden de ouders in. Het bleek dat Max een ongeluk had gehad en heel hard zijn hoofd had gestoten. Hij had een grote wonde die gemakkelijk verholpen kon worden, maar er was wat hersenschade waardoor de jongen blind was geworden. Hij zou nooit meer kunnen zien. John en Suzy waren er kapot van. Gelukkig werden ze doorverwezen naar een man die Alex heette. Hij had iets soortgelijks meegemaakt en kampte met blindheid sinds hij 10 jaar oud was, slechts een paar jaar ouder dan Max. Alex legde uit dat blindheid geen doodvonnis hoeft te zijn, maar eerder iets waar je gewoon aan moet aanpassen. Sommige mensen ervaren het blind zijn als het zien van volledige duisternis, alsof ze geblinddoekt zijn in een toch al pikzwarte kamer, terwijl anderen zeggen dat ze vonken en willekeurige lichtflitsen zien. Sommigen beschrijven zelfs hoe ze levendige hallucinaties hebben en vreemde en zelfs verontrustende beelden zien. Duidelijk is dat geen 2 blinden hetzelfde ervaren als het gaat om wat ze wel en niet zien. Natuurlijk was het niet gemakkelijk voor Max toen hij naar huis mocht. Hij had moeite met dit nieuwe duistere leven. Om de paar dagen zou hij Alex bezoeken, maar toch raakte Max in een negatieve gemoedstoestand. Hij begon uiteindelijk maaltijden over te slaan en niet te eten omdat hij depressief was. John en Suzy waren radeloos en wisten niet wat ze nu moesten doen. En toen stelde Alex voor om Max een maand of 2 bij hem te laten wonen. Hij zou proberen de jongen te leren omgaan met zijn blindheid. Dus gingen de ouders akkoord. Er verstreken een paar maanden en Max boekte dankzij Alex grote vooruitgang. Aan het eind van hun tijd samen belde Alex John om hem te vragen Max op te komen halen, maar het antwoord van John was schokkend. John zei dat hij en Suzy een lang gesprek hadden gehad, dat ze hadden besloten Max in de steek te laten en hem bij Alex te laten blijven. Voordat Alex zelfs maar kon antwoorden, hing John op. Alex wist niet of hij bedroefd moest zijn voor de arme Max, dat zijn ouders hem zo bruut in de steek hadden gelaten alleen omdat hij blind was. Of blij dat hij voor deze overduidelijk lieve jongen zou mogen zorgen. Het nieuws brengen aan Max was allesbehalve eenvoudig. Om het onvermijdelijk uit te stellen, besloot Alex Max te vertellen dat zijn ouders hadden gezegd dat hij daar nog een maand kon blijven. Gelukkig hadden Alex en Max een geweldige band, bijna alsof ze vader en zoon waren. Maar uiteindelijk moest de waarheid toch aan het licht komen. Alex vertelde Max dat zijn ouders hem niet meer wilden en Max was er begrijpelijkerwijs kapot van. Toch ging hij, dankzij de geweldige band die hij met Alex had, vrij goed met de situatie om. Natuurlijk miste Max zijn ouders, maar als ze niet met hem om konden gaan nu hij blind was, dan was er geen enkele manier waarop Max hen op andere gedachten kon brengen. Alex begreep tenminste wat hij doormaakte. Er verstreken meerdere jaren en Max leerde met zijn blindheid leven. Hij deed het zelfs geweldig op school en daarna op de universiteit. Hij volgde zelfs een opleiding tot advocaat. Max was zelfs een fantastische advocaat. En, hoewel hij blind was, was hij heel slim en miste nooit enig bewijs of achterpoortje om zijn cliënten te helpen. Hij specialiseerde zich in het helpen van mensen die zich geen advocaat konden veroorloven en vocht meestal voor de minderbedeelden. En al die tijd steunde Alex hem, die nu meer een ouder voor Max was dan John of Suzy ooit waren. Op een dag liep een oudere vrouw het advocatenkantoor van Max binnen. Ze woonde in een huurappartement en de eigenaar wilde haar er zonder enige waarschuwing uitzetten. Dit was duidelijk illegaal, want huurders hebben een opzegtermijn van enkele maanden voordat ze een appartement moeten verlaten. Dus stemde Max erin toe de vrouw te vertegenwoordigen. Wat er vervolgens gebeurt is een volgende schokkende wending in dit verhaal. Eén die sommigen van jullie misschien al kunnen raden. Blijf kijken om te ontdekken of je gelijk hebt of niet. Het bleek dat het appartement van de oude vrouw eigendom was van niemand minder dan John, de biologische vader van Max. Max kon het nieuws niet geloven toen hij het ontdekte. Er waren zoveel jaren verstreken dat hij dacht dat zijn ouders misschien gestorven waren of op zijn minst verhuisd. Maar nee, ze leefden nog en probeerden deze arme oude vrouw op straat te zetten. Dus besloten Max en de dame hen te bezoeken in de hoop een of andere deal te sluiten. Toen hij op de deur klopte, zou Max liegen als hij zei dat hij niet een beetje zenuwachtig was. John en Suzy openden de deur. Het was duidelijk dat ze de vrouw herkenden, maar niet de man. Max stelde zich voor als haar advocaat, maar noemde zijn naam niet. Hij zei John en Suzy de oude vrouw met rust te laten, net zoals ze hun zoon hadden achtergelaten. Op dat moment ging bij hen het kwartje vallen en begrepen zowel John als Suzy wie er voor hen stond. Suzy huilde en vertelde dat het allemaal het idee van John was, hoewel Max haar niet geloofde. Maar Max had een list achter de hand. Hij vertelde zijn ouders dat hij bewijs had gevonden dat ze belasting ontdoken en geld verduisterden en dat de politie was ingelicht. Hij wilde gewoon degene zijn die hen kon vertellen dat hun spel uit was. Max en de oude vrouw draaiden zich om en liepen weg toen er politieauto's voor het huis stopten. Op dat moment beseften John en Suzy hoe machtig, bijzonder en belangrijk Max was. Max kon misschien niet zien, maar zij waren degene die blind waren voor hoe bijzonder hij was. Dus, nu is het aan jou. Wat vond jij van dit ongelooflijke verhaal? Hoe zou jij gereageerd hebben als je ouders je de rug hadden toegekeerd? Zoals altijd horen we graag van je, dus laat zeker je gedachten achter in de comments.